Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, maandag 26 juli. Vandaag in het journaal. Morgen dinsdag 26 juli vindt de vaccinatie kick-off plaats voor zwangere vrouwen. Suriname krijgt 184.000 doses Pfizer-vaccin. Kinderartsen blij met opstart lagere scholen. Rear-admiraal van de Verenigde Staten Yvette Davids brengt werkbezoek aan het ministerie van Volksgezondheid. Suriname krijgt binnenkort 184.000 doses van het Pfizer-vaccin. Het betreft de eerste tranche van de in totaal 550.000 doses, welke het land krijgt als uitvloeisel van de samenwerking tussen de CARICOM en de Verenigde Staten. En dat zegt onze gezondheidsminister Amar Ramadin in gesprek met De Waretijd. Hij zegt dat met het Pfizer-vaccin ook kinderen tussen 12 en 18 jaar zullen worden ingeënt. De 10.000 doses Moderna-vaccin die op 14 juli vanuit Nederland naar Suriname kwamen, worden vanaf morgen ingezet. De kick-off hiervan vindt plaats in het 's Lands Hospitaal. Voornamelijk voor zwangeren die zich willen laten vaccineren tegen COVID-19. Kinderarts Laurindo Kloof zegt heel blij te zijn dat ook nu de zwangere vrouwen de gelegenheid krijgen zich te laten vaccineren. We zijn heel blij met dat de zwangeren in de gelegenheid gesteld worden om zich te laten vaccineren op een veilige manier. En dat is middels het vaccin Moderna. En waarom is dat? Omdat we hebben opgemerkt dat bij deze Manaus variant dat er veel jongere slachtoffers waren. En het is een aantal keer voorgekomen dat een zwangere vrouw COVID kreeg en daardoor zo ziek is geworden dat ze op de intensive care zijn beland. En op een gegeven moment kwam de vrouw in levensgevaar en moesten ze midden in de nacht naar de operatiekamer om het kind veel te vroeg eruit te halen. Dus wij als kinderartsen hebben de nadelige gevolgen echt mogen ondervinden. Dus we zijn heel blij als zwangeren zich kunnen vaccineren en laten vaccineren, waardoor ze niet ziek worden als ze COVID hebben en dat het kind veilig zal kunnen blijven in de buik. We hebben in Suriname een NICU, neonatale intensive care zorg, en daar kunnen we voor premature zorgen. Maar als je moet kiezen, onze NICU of lekker in de buik, waar het lekker warm en weet je, nog kan groeien, dan hebben we de voorkeur dat ze nog echt liever in de buik blijven. Dus vaccineren voor zwangeren is echt een enorme aanbeveling. Voor de moeder, maar ook voor het kind. Bent u meer dan 12 weken zwanger en bent u boven de 30 jaar of onder de 30 jaar met onderliggende ziektes, zoals hoge bloeddruk en suikerziekte, dan komt u in aanmerking voor vaccinatie tegen het coronavirus met het Moderna-vaccin. De vaccinatiepost, het 's Lands Hospitaal, is open van 8 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. U kunt vooraf registreren op het WhatsApp-nummer 74-82088. De vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin gaan ook normaal door, zowel voor eerste prikkers als de mensen voor een tweede prik. De vaccinatiedagen zijn steeds op de dinsdag en vrijdag van 8 tot 12 uur. De Rear Admiraal van de Verenigde Staten, Yvette Davids, heeft recentelijk een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit bezoek stond in het teken van de schenking van een veldhospitaal aan het ministerie. Minister Ramadin van Volksgezondheid gaf aan dat het een eer is om de admiraal te mogen ontvangen op zijn secretariaat. Hij is dankbaar dat de relatie tussen Suriname en de Verenigde Staten geresulteerd heeft in het doneren van een veldhospitaal. De minister benadrukte dat deze onmiddellijk in gebruik zal worden genomen. Met de komst van deze donatie kunnen er voorbereidingen getroffen worden mocht er een vierde COVID-19-golf uitbreken. Minister Ramadin zegt uit te kijken naar een goede samenwerking met de Verenigde Staten, waarbij de relatie naar hogere hoogtes mag gaan, waar beide landen baat bij hebben. De admiraal Davids hoopt dat middels dit geschenk de Verenigde Staten haar toewijding aan de relatie met Suriname aantoont. Ze gaf aan dat het voor hen van enorm belang is om tijdens deze pandemie hulp te bieden waar nodig. Dat de scholen uiteindelijk weer de deuren hebben kunnen openen is voor de kinderartsen een opluchting. En dat zegt kinderarts Laurindo Kloof.
De kinderen die in ontwikkeling zijn, kunnen nu weer met hun leeftijdsgenoten hun schooltijden doorbrengen. Ook geeft de arts aan blij te zijn dat de COVID-cijfers aan het dalen zijn. Gedurende de derde golf zijn er heel weinig kinderen beland in de ziekenhuizen met het COVID-virus. En daar zijn wij als kinderartsen heel dankbaar voor. Als kinderarts ben ik heel erg blij. En ik zou zeggen, weet je, wij als kinderartsen zijn heel blij dat de scholen eindelijk weer geopend kunnen worden. Omdat voor kinderen, met kinderen die in ontwikkeling zijn, is het heel belangrijk om met leeftijdsgenoten bezig te zijn. Weer de stof tot zich te nemen, zich verder te ontwikkelen en gewoon simpel hun energie goed kwijt kunnen. Dus we zijn heel blij dat dat kan en dat het aantal gevallen veel minder aan het worden is. Gedurende de gehele derde golf hebben we heel weinig kinderen hoeven op te nemen in verband met het COVID-virus. En daar zijn we heel dankbaar voor, want het is al een leed voor heel veel gezinnen, die gezinsleden, die moeders, die vaders hebben verloren. We kunnen ons niet inbeelden hoe dat zou zijn als er ook kinderen dood zouden gaan. Voor Suriname zou dat een nog zwaardere klap zijn. Dus vooralsnog blijkt dat ook bij deze Manaus variant dat kinderen niet ziek worden hierdoor. Dus voor ons is het ook, geven we volledig groen licht om de scholen met de maatregelen natuurlijk te heropenen. Er zijn geldende protocollen voor de scholen en als iedereen zich houdt aan de COVID-maatregelen, afstand houden, mond- en neusbedekking op hebben, handen wassen en de leerkrachten erop toezien dat de protocollen worden nageleefd, is er minimaal tot geen gevaar. De kinderarts doet ook een beroep op de leerkrachten dat die zich houden aan de protocollen. De scholen, alle lagere scholen, met name de kinderen onder 12 jaar, daar zijn er protocollen voor. En we zien dat kinderen onder 12 jaar dat het niet zo dat ze geen mondkap hoeven te dragen. Maar de kinderen boven 12 jaar die moeten zich wel gewoon houden aan alle regels. En de kinderen onder 12 jaar, daar moeten natuurlijk, en ook boven 12 jaar, moeten de leraren, alle docenten, schoonmaaksters, die moeten wel gewoon houden aan de protocollen. En de protocollen zijn samengesteld samen met BOG, Ministerie van Volksgezondheid en Onderwijs. En het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat met name de volwassenen die op de scholen zijn, dat die niet besmet raken. En het BOG die ondersteunt natuurlijk heel erg, die helpt met adviezen, ook het Ministerie van Volksgezondheid, we ondersteunen ook heel erg. Maar het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de scholen en van de schoolleiding om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd en dat men zich houdt aan de protocollen zoals die zijn opgesteld. Het is daarom belangrijk ook voor de docenten, voor de schoolleiding, voor de schoolmaaksters, om zich te houden aan de protocollen. Omdat kinderen dus niet geen onder 12 jaar geen mondkap hoeven te dragen. Maar de volwassenen die moeten zich wel zichzelf beschermen en de kinderen ook beschermen. En dat doe je door te vaccineren en dat doe je ook door je aan de regels te houden. Voor ons als volwassenen is het een opoffering, maar we doen het om onze allerkleinste te beschermen en ervoor te zorgen dat ze op een veilige manier onderwijs kunnen genieten. De Nationale Partij Suriname, de NPS, heeft op zaterdag een vaccinatiedag gehouden voor de Martin Lutherkerk tegenover de Centrale Markt. De trekker van dit project was arts Virginia Assin Oosburg. Voor deze dag heeft de organisatie een week lang informatiesessies gehouden op dezelfde plek. De doelgroep was de Creoolse en Marongroep, die zich volgens de cijfers minder laten vaccineren. Robert Brohim behoort ook tot een van de trekkers van deze campagne en hij geeft aan wat het doel hiervan is. Nou, het is een campagne die gevoerd wordt in samenwerking met diverse groepen, zoals u daar ziet, SU voor SU, vanuit onder andere ook enkele politieke groeperingen, BOG, die proberen om dus de informatie over het COVID en het vaccineren dichter bij de gewone man te brengen. Want er zijn veel vragen,
er zijn veel onwaarheden die verteld worden over het vaccin en het virus. En een voorlichting die men ziet via de tv en de radio is vaak dus voor hun niet genoeg. Vandaar dat we dus het initiatief hebben genomen om hier aan de Saramaka-straat en de Steenbakkerijstraat voor de Volkskredietbank een tentje neer te zetten waarbij wij de gewone man die naar de markt gaat of die hier komt winkelen aan te spreken en voor zover ze geïnteresseerd zijn of te overreden om met ons te praten en ze zover te krijgen om het vaccin te nemen. We zijn nu al een week bezig. In de afgelopen week hebben we nu al 3 dagen hier voorlichting gegeven. Morgen geven we voorlichting en direct vaccineren voor degenen die nieuw zijn. Maar we hebben intussen toch een groot aantal mensen zover kunnen krijgen om ze te vaccineren. En we hebben toch wel gemerkt dat er toch wel heel wat verkeerde informatie bij hun terecht is gekomen. En ja, ze geloven het zo gemakkelijk. Hè? En dat zijn de allergekste dingen die je tegenkomt. Maar ik denk dat toch wel de meesten zich er wel voor openstellen om de juiste informatie te krijgen. En velen zijn ook overgehaald om zich te laten vaccineren. En nu zijn de mensen die hier elke dag hier op de hoek staan zover dat zij onszelf helpen om anderen te informeren en zover te krijgen om zich te laten vaccineren. Wel, de meesten zeggen, nou ja, ik heb dit gelezen op Facebook, ik heb dat gelezen op Facebook. Maar dan vraag ik ze, degene die deze informatie op Facebook zetten, zetten ze hun naam eronder? Weet je wie het heeft gedaan? Als de informatie van een deskundige komt, zet die meestal gewoon zijn naam eronder. Want die weet van, nou, ik sta erachter en ik kan het onderbouwen waarom het zo is. En die persoon is niet bang zijn naam te zetten. Maar al die mensen die maar wat op Facebook zetten, die weten dat het ook verkeerd is. Dus die durven hun naam niet te zetten. En elke gek kan iets op Facebook zetten en de volgende dag weet de hele wereld het. Dus ik begrijp dat echt is een prachtige manier van communiceren, maar het is ook een prachtige manier om verkeerde informatie te verspreiden. Als u nog niet gevaccineerd bent, laat u zich vaccineren. Als u twijfels hebt, praat met uw huisarts of praat met een deskundige die iets weet hierover. Laat u zich goed informeren en ga niet af op allerlei berichten die je op Facebook ziet en in social media. Maar laat u vaccineren in uw eigen belang, het belang van uw naasten en geliefden en in het belang eigenlijk van geheel Suriname. Want als... De heer Donk juicht dit initiatief toe, vooral voor de mensen met onderliggende klachten die kunnen sterven aan dit virus, want die hebben de juiste informatie nodig. Ook deelt hij zijn ervaring over nu bijkans 1,5 jaar dat we ons bevinden in de pandemie. Het is nodig, vooral wanneer je onderliggende ziekte hebt, weet je. Dan, als je kijkt, is dat beter. Dan, want je naar risicogroep, iedereen naar risicogroep. Dan, als je kijkt, toch? Dan, je bedoelt dat even weerstand trangen. Is dat beter? Ik kan kosten libi. Is dat beter? Dus, ja. Het is lastig omdat bepaalde dingen zijn beperkt. Bepaalde dingen wat je moet doen, weet je. In een brasa was man, no, no, in een vast was man. Is dat beter? Dus nu wil ik als aan het komen vrij. Is dat beter? Amon is even neem ik, nek fabe gwen meki. Is dat beter? Dus alles aan beperkt tjun zo. Dus man go vaccineren. Is dat beter? Is voor je eigen goed. Is dat beter? Naf die boem zei ook toe. Is dat beter? Dat wil ik zeggen. En tot zover dan het COVID-19 journaal voor vandaag. Nogmaals de reminder, bent u meer dan 12 weken zwanger, bent u boven de 30 jaar of onder de 30 jaar, maar met onderliggende ziekten zoals hoge bloeddruk en suikerziekte, u komt in aanmerking voor vaccinatie tegen het coronavirus en wel met het Moderna-vaccin. De vaccinatiepost is het Slans Hospitaal, open van 8:00 a.m. tot 12:00 p.m. U kunt zich vooraf registreren. Dat kan op het WhatsApp-nummer 7482088. Bedankt voor uw aandacht. Goeiedag.